Ja, hallo, goedenavond. Goedenavond hier in de zaal van de Bali en ook goedenavond aan iedereen die thuis zit te kijken of die via Pikkel kijkt natuurlijk. Welkom bij het nagesprek hier bij de film Prison for Profit. Als het goed is, heeft u de film net gezien. En zo niet, ga dat absoluut doen. Dat kan via Pikkel, maar dat kan ook gewoon bij een van de theaters bij u in de buurt. Ja, we gaan het vanavond hebben over Prison for Profit. En dat is eigenlijk een privaat gerunde gevangenis in Zuid-Afrika. Geleid door het bedrijf G4S. Dat bedrijf beloofde de beste faciliteiten en de beste situatie voor de 3000 gevangenen die daar zaten. Maar het zal geen verrassing zijn dat dat niet helemaal uitgekomen is. Mijn naam is Sophie Ruttefrans, ik ben hier programmamaker. En ik ga vanavond in gesprek. En dat ga ik doen met mijn vier gasten die hier al keurig klaar zitten. Dat ga ik doen met Ilse en Femke van Velzen, de regisseurs. Met journalist Sander Heijnen en met politicus Lodewijk Asscher. Welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn. Femke en Ilse, om met jullie te beginnen. Ik ben heel benieuwd, hoe zijn jullie terechtgekomen bij Ruth Hopkins, de journalist die jullie volgen in de film? En neem vooral een microfoon, ja, die liggen daar klaar voor jullie. Eens even kijken of deze is. Deze staat op. Oh, deze doet het. Ja. Nou, wij volgden het werk van journalist Ruth Hopkins, die we dus in de film volgen. Een aantal jaren al. Wij kenden haar van haar werk en ook vanuit Nederland. En toen zij op een gegeven moment in 2013 die zware misstanden in de gevangenis blootlegde, toen dat trok wel heel erg onze aandacht. En vooral toen we daarna erachter kwamen dat er helemaal geen consequenties waren voor het bedrijf. Dus G4S, de derde grootste private werkgever ter wereld, runt daar die gevangenis. Het is een westers bedrijf. En het was ongelooflijk om te realiseren en om, nou ja, dat er gewoon geen consequenties waren voor al die misstanden die daar onder hun oog en toeziend oog plaatsvonden. Dus dat was voor ons een reden om te zeggen, ja, dan gaan we er een film over maken en gaan we zorgen dat, dat dit onder nog een groter publiek bekend gaat worden. Ja, ja, dat begrijp ik goed. Een van de dingen die mij heel erg aangreep in de film, en ik ben ook benieuwd of dat voor jullie ook zo was. Dat was dat het moment dat Ruth op bed zit en dat filmpje kijkt op haar laptop. En dat ze het eigenlijk niet wil zien. En dat is een filmpje van martelingen, van mensen die in gevecht met elkaar zijn. En dan zegt die man die naast haar zit, nee, je moet dit zien. Hoe stonden jullie daarnaast? Hoe stonden jullie daarbij? Ja, dat is de beelden die uiteindelijk de bewakers in de gevangenis, die hebben dat materiaal naar buiten gelekt. Eigenlijk ook een schil om een aandacht van, jongens, wat er hier gebeurt kan gewoon niet. Zowel de bewakers als de gevangenen, eigenlijk onder hele slechte omstandigheden werkten en zaten daar vast, zeg maar, in die gevangenis. Het is gewoon heel heftig. Je ziet heel veel, er zijn heel veel steekpartijen. En dat komt eigenlijk allemaal doordat ze allemaal keramieke toiletpotten hebben. Maar ook TL-balken kon je gewoon uit het plafond draaien. En die werden eigenlijk continu gebruikt als wapens. Dus er waren heel veel steekpartijen. En waardoor er gewoon ongelooflijk veel bloed te zien was. Dus ja. Dat beeld was gruwelijk. Ja, je ziet heel veel toiletpotten die gebroken zijn. En je ziet ook wel verwonde mensen en bloed. Maar je ziet niet zozeer die echt heftige martelingen. Hebben jullie daar expres voor gekozen? Of is dat, hoe hebben jullie bedacht wat jullie daarvan in beeld brengen en wat niet? Ja, kijk, uiteindelijk we hebben denk ik een jaar lang gemonteerd met onze hele geweldige editor Paul de Heer. En uiteindelijk is het continu, je zoekt heel erg naar een balans van wat kan je wel laten zien, wat niet. Ja. Soms zat er te veel bloed in of te heftige beelden. Je zoekt daar een balans in, zolang het nog kijkbaar is. En die lijn moet je heel erg opzoeken. Ja. Hey, en we zitten hier met eigenlijk twee mensen die veel weten over de Nederlandse context. Lodewijk Asscher en Sander Heijnen. Waarom vinden jullie het zo belangrijk dat die Nederlandse context er ook aangegeven wordt? Nou, omdat we eigenlijk door het maken van deze film heel erg met dit onderwerp bezig zijn geweest. En er gewoon achter komen, ja, weet je, niet alleen in Zuid-Afrika is er natuurlijk geprivatiseerd. Maar ook in Nederland is er zo ongelooflijk veel aan publieke overheidstaken geprivatiseerd. En ik denk dat we nu na zoveel jaar wel kunnen zeggen dat het eigenlijk helemaal niet in ons voordeel als burgers uitkomt. Dat die taken naar private bedrijven zijn overgegaan. Dus het is een onderwerp wat wij, en ik denk ook vooral nog meer nu in de coronacrisis, duidelijk wordt. Dat dat soort
juist die functies die belangrijk zijn voor onze samenleving, ja, dat die niet in handen moeten vallen van multinationals of andere grote bedrijven die vooral winst belangrijk vinden, maar niet menselijkheid. En ja, dat is natuurlijk deze casus in Zuid-Afrika. En zo hebben we de film ook gemaakt. Door die casus laten we eigenlijk zien hoe die manier van winst maken, wat dus boven die menselijkheid staat. Dus in plaats van dat je cliënten in de gevangenis, weet je, die zitten daar omdat ze moeten gerehabiliteerd worden. En mensen die voor je werken, ja, die moet je natuurlijk zorgen dat ze in een veilige omgeving kunnen werken. Wij laten in de film zien dat dat dus systematisch wordt weggeschaafd, omdat er uiteindelijk elke marge eruit geperst moet worden aan winst. Nou, ja. Dat zie je hier ook op heel verschillende publieke taken. Daarom gaan we hier vanavond over in gesprek. Om die brug te slaan van deze film naar de problemen die we hier ook in Nederland zien. Ja, het is goed. Ik denk dat ik straks aan Sander dingen ga vragen over marktwerking hier. Want daar heb jij jarenlang onderzoek naar gedaan en boeken over geschreven. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, Lodewijk Asscher, wat vond u van de film toen u hem zag? U heeft hem volgens mij nu 2 keer gezien. Hij doet het volgens mij vanzelf als hij begint te praten. Wij kwamen in gesprek al een hele poos geleden. Dus toen heb ik die film gezien. En ik heb hem vanavond nog een keer gezien. Want het is toch een hele heftige film. En ik denk dat je er beter over kan praten als je hem net gezien hebt. Ik vind het zeer beklemmend. Ik ben ooit in Zuid-Afrika geweest. En ik herinner me dat in Johannesburg heb je op Constitution Hill de gevangenis waar politieke gevangenen werden opgesloten. Dat is nu een museum. Daar ben ik met de kinderen geweest. En daar staat boven de ingang, De beschaving van de samenleving kan je aflezen uit hoe ze omgaan met hun gevangenen. Ja. Dat is eigenlijk een heel trotse claim die daar staat. Want ze hebben dat systeem van apartheid afgezworen. En dan krijg je een verwording van privatisering, waardoor werknemers en gevangenen elkaar opnieuw naar het leven staan. Op een manier die inderdaad waar je niet naar wil kijken. Dus dat vind ik heel belangrijk dat zo getoond wordt. En ja, ik weet niet hoe jullie dat zien, maar je hebt aan de ene kant heb je zoiets van gelukkig is het daar. En tegelijkertijd, ja, als je het eenmaal gezien hebt, kan je het niet meer aanzien, zoals dat heet. Dus ik vind het een hele, ja, nogmaals, heel beklemmende film. En hoe ziet u de link met Nederland? Heeft u dat? Nou, ik denk, zoals jullie ook al zeggen, dat er toch als winst het oogmerk is bij taken die over mensen gaan, die kwetsbaar zijn, waarbij mensen van elkaar afhankelijk zijn, dat je dan als samenleving een enorm risico neemt. En we hebben daar ook in de Nederlandse samenleving voorbeelden te over van. Dat dan de mooie praatjes uit de verkoopfolder, en we zagen die CEO's, daar krijg je onmiddellijk een hekel aan, heel ver verwijderd zijn van hoe de praktijk is. Ik weet dat ik, toen ik net politicus of net wethouder was hier in Amsterdam in 2006... toen speelde de privatisering van Schiphol. Je hebt er ook over geschreven. Het was voor mij een hele leerzame tijd, want ik vond dat een slecht idee. Maar de kracht van het kapitaal kwam toen vertellen, dit kan niet meer gestopt worden. Er was al 30 miljoen in geïnvesteerd. ABN AMRO zat er dik in. Gerrit Zalm wilde het per se. En ik zal nooit vergeten dat in hun wanhoop om dan Amsterdam te overtuigen dat het een goed idee was, ze beweerden, ja, maar werknemers vinden het ook veel leuker om voor een bedrijf te werken dat beursgenoteerd is. Een totaal argument, totaal uit het ongereden. En dan praatte je door. En dan bleek er niks van waar. Het ging gewoon om geld. En de publieke belangen, die ook bij een luchthaven in overheidshanden al moeilijk genoeg zijn, die dreigden echt te verdwijnen. En de belangen van de bewoners. Nou, we hebben, denk ik, in de zorg de afgelopen maanden ook wel gezien wat een risico er is als je het aan de markt overlaat om te zorgen voor beschermingsmiddelen. Ja. Voor de mensen die daar werk doen. Dus ja, dat maakt deze film, aan de ene kant is het een heel heftig verhaal over Zuid-Afrika en dingen die hier echt niet gebeuren. Aan de andere kant zit er, denk ik, een waarschuwing in. Als je eenmaal in die spiraal zit van het geld en het zijn publieke taken, dan kun je er niet meer van uitgaan dat die echt behartigd worden. Ja, Sander, jij hebt heel veel onderzoek gedaan naar marktwerking in onze publieke sector eigenlijk. En hoe lang dat al aan de gang is. En misschien ook wel inderdaad dat je op een gegeven moment niet meer terug kan. Waar dacht jij aan bij het zien van deze film?
Nou, waar ik vooral heel blij mee ben, ik ben jarenlang, meer dan 10 jaar bezig inderdaad met marktwerking in de publieke sector. En als je aan mensen probeert te vertellen van waar schrijf je over marktwerking in de publieke sector, dan zie je al zekere vermoeidheid in je publiek. Hè. Dat is geen sexy onderwerp. Maar wat deze film heel goed laat zien, eigenlijk wat de ultieme consequentie kan zijn, als je inderdaad gevangenen niet meer als mensen ziet, maar dat je daar een getal van maakt in een spreadsheet. Weet je, waar een bepaald rendement uit moet komen. En wat een hele mooie... hier doe je dat met gevangenen op een hele onmenselijke manier. Maar in feite hebben we in Nederland de kinderopvang ook zo georganiseerd. Weet je, we hebben ook allemaal private equity partijen die crèches in Nederland bezitten. En die kijken ook naar Nederlandse baby's, peuters, op diezelfde manier. Van hoe kunnen we een rendementje uit die baby halen? Terwijl je in die eerste kwetsbare fase van iemands leven wil je natuurlijk dat iets heel anders centraal staat, namelijk dat kind. Ja. En dat vind ik dus het mooie van die film. Dat het is gewoon een hele goede illustratie van iets wat we in Nederland met... Ik heb ze niet allemaal geteld, maar in ieder geval, we hebben 186 publieke diensten in Nederland sinds de jaren 80. Hebben we meerdere of mindere mate naar de markt gebracht. Dus soms hebben we het helemaal geprivatiseerd, soms hebben we bedrijven verzelfstandigd, maar zijn ze nog wel overheidshandel, zoals de NS. Maar we hebben in Nederland dus, wat ze hier in Zuid-Afrika met die gevangenis hebben gedaan, dat hebben we in Nederland met een heel groot deel van de publieke sector gedaan. En ja, de belofte waarmee dat gedaan is destijds was, als we dat doen, dan wordt het beter, goedkoper en efficiënter. Dus we krijgen daar met z'n allen een sterkere en een betere publieke sector voor terug. En ja, ik heb het geluk dat ik van deze generatie ben en niet 2 generaties eerder. Dus ik ben er pas over gaan schrijven toen al eigenlijk duidelijk was dat die belofte nergens is uitgekomen. Ja, want je ziet ook in de film dat ook de belofte is van die gevangenis. Hè? Het wordt goedkoper en efficiënter als het privaat gerund wordt. Maar uiteindelijk blijkt dat het duurder is, toch, volgens mij? Ja, in ieder geval als je het over gevangeniswezen hebt, zijn wereldwijd al heel veel studies dat dat staat buiten kijf, dat zo'n beetje elke privaat gerunde gevangenis altijd duurder uit is dan wanneer die in publieke handen blijft. Alleen dat is niet zoals het wordt verkocht natuurlijk, met de prachtige brochures. Die heb ik ook van deze gevangenis gezien. Nou ja, je wil er bijna voor opgesloten worden. Zo'n fantastische situatie ga je terechtkomen. Maar ja, op het moment dat je daar binnen bent, ja, dan wordt er van alles geschrapt natuurlijk. En rehabilitatie is duidelijk. Dat zijn natuurlijk de kostenposten die je als eerst wil gaan schrappen dan natuurlijk, als je er winst uit wil persen. Ja, precies. Ja, Sander, zie jij ook voorbeelden in Nederland van dingen die helemaal niet goedkoper bleken te zijn toen ze eenmaal geprivatiseerd waren? Ja, nogal veel, ja. Nee, ik bedoel, of je het nou hebt over de prijs van de postzegel of de kosten van de zorg, de hoge snelheidslijn aanleggen. Er zijn echt eindeloos... Nou, ik heb er al 2 boeken over geschreven, dus ik kan zeggen, je kan er boeken over volschrijven. Ja. Maar je ziet die belofte van beter, goedkoper, efficiënter. Die combinatie van die 3, die is gewoon nergens uitgekomen. Ik kan echt geen voorbeeld opnoemen waar dat echt onbediscussieerd het geval is. En ik heb er echt naar gezocht, juist om te proberen te laten zien dat je niet dogmatisch aan het schrijven bent. Maar je komt gewoon de hele tijd tegen hetzelfde loopje aan. En als je dan gaat analyseren wat er aan de hand is, dan uiteindelijk is toch de conclusie, we hebben ooit een publieke sector opgericht om dingen te regelen die de markt niet spontaan voor ons regelde. Ja. En in de jaren 80 zijn we met z'n allen gaan geloven dat de markt dat opeens wel kon, zonder dat we ons de vraag hebben gesteld van wat maakte nou dat de markt nooit in staat was om, nou, gevangenissen runnen is natuurlijk wel heel bizar, maar om de zorg goed te regelen, om het onderwijs goed te regelen, om kinderopvang goed te regelen, om, weet je, al die sectoren. En ja, de hele generatie politici. En dat is misschien ook wel leuk om die vraag bij de heer Asscher neer te leggen, omdat zijn partij daar ook, en we daar allemaal door bevangen zijn geraakt, van hoe kan het nou dat die vraag niet gesteld is van wat maakt dat dat de markt nu opeens wel iets kan wat de markt eigenlijk nooit gekund heeft? Goeie vraag. Ja, goeie vraag. Ja. Dank je. Daar zijn boeken over volgeschreven, over hoe die gedachten postvatten. En dat heeft ook alles te maken met hoe overheden niet leverden wat mensen wilden. Dat moeten we niet vergeten. Er was heel veel onvrede over diensten die de overheden leverden. En daar kwam als een soort wondermiddel het idee van, ja, maar als we nou dezelfde doelen door marktpartijen laten nastreven. Alleen, ik denk dat er te weinig is gekeken van, ja, maar hoe zorg je dan dat er intrinsiek de motivatie zit bij het publieke goed, bij wat goed is voor iedereen. En dat komt denk ik in zo'n film ook terug. Maar ik heb het ook op heel huiselijk niveau zelf gezien.
hoe moeilijk het is om het dan weer terug te krijgen. En hoe sterk die redeneertrand soms is van ja, maar dat kan toch helemaal niet dat de overheid dat doet. We hadden in het vorige kabinet, hadden we het Partij van de Arbeid VVD-kabinet, hadden we afgesproken dat we de schoonmakers van de gebouwen van de Rijksoverheid weer in dienst zouden nemen. Ja. Want die gingen vluchtig door die gebouwen heen op het moment dat de ambtenaren er niet waren. En wij vonden het belangrijk, juist ook als een soort tegenbeweging. Waarom moet je eigenlijk alles uitbesteden? Waarom gun je die mensen niet een fatsoenlijk contract? Want vaak hadden ze dus nulurencontracten, contracten, losse contracten, tijdelijke contracten. En daar heb ik heel veel van geleerd. Want dat was dat stond in het regeerakkoord, maar ja, dat was nog niet gebeurd. En dat werd zo'n taai gevecht. Politiek, want de VVD was er heel veel tegen. Maar ook intern. Omdat ook heel veel ambtenaren zeiden, ja, maar dat kan helemaal niet. Dat wordt dan veel duurder. Ja, dat waren vooral de kosten die het tegenhielden. Ja, althans, beweerdelijk. Want dat was, ja, maar de business case komt niet uit. Het is oneindig veel duurder als mensen dat zelf doen. Maar eigenlijk is het vreemd. Hè? Waarom zouden mensen het eens schoonmaken van gebouwen? Hè? Dus daar staan een aantal uren voor. Waarom zouden mensen dat veel goedkoper doen voor marktpartijen? En het bleek ook niet te kloppen. Heel veel geld ging weg aan winst. En dat leverde heel veel ruimte op om mensen fatsoenlijk rooster te geven en zekerheid. En ze hielden eigenlijk grosso modo hetzelfde salaris. Want die CAO was helemaal niet zo slecht. Maar ze kregen terug dat ze bij een vast gebouw werkten, bij een vaste dienst. Dat ze wisten hoe een rooster was. En ik weet, toen we het gevecht aan het winnen waren, het eerste departement dat overging, oh ironie, was het departement van Economische Zaken. Van Henk Kamp. Groot gelover in privatisering. Dus dat was het eerste appartement. Het departement waar dus ambtenaren, die dus niet meer bij bedrijven, maar ambtenaren weer gingen schoonmaken. En ik ging mee daar om te praten met deze Rijksschoonmakers. Want we hadden de Rijksschoonmaakorganisatie opgericht. Niemand wilde het ook doen. Dus uiteindelijk was er geen departement die het wilde doen. Dus toen sociale zaken dat gaan doen. Niet echt logisch. Maar ik wilde dit gewoon niet verliezen. En dan praatte ik met die mensen van, ja, wat maakt het voor jou nou voor verschil? En ik werd daar rondgeleid door een van die schoonmakers. En die zei, voor mij het grote verschil is dat ik vaker met mijn gezin eet 's avonds. Ik weet mijn rooster, ik doe mijn werk, ik groet mijn collega's. Want het zijn nu allemaal collega's van me. In plaats van mensen die me schichtig aankijken. En 's avonds eet ik met mijn gezin. En dat, nou, ja. Daar zit in één keer in voor mij waarom het de moeite waard is om te kijken, ja, maar wat publiek is, dat moet je ook publiek durven regelen. Als ik daarop in mag haken, wat ik interessant vind, want we hebben het net over Schiphol gehad, hè, en dat was inderdaad, ik heb dat ook in mijn eerste boek even genoemd, dat het wel heel bijzonder was in die tijd dat een wethouder dat het privatisering ging tegenhouden. Tegelijkertijd, als we nu kijken naar Schiphol, hè, er werken 68.000 mensen, en er zijn er volgens mij ongeveer 1.000 in dienst van Schiphol, die hebben allemaal 3 keer modaal inkomen. En de rest, hè, van de beveiliging, nou, dat zijn allemaal dit soort partijen als G4S. Hè, allemaal mensen die tegen minimumloon of net iets daarboven dat werk doen. Dat steeds wordt aanbesteed. Dus eigenlijk een heel groot deel van die luchthaven, van het werk daar. Daar speelt precies hetzelfde wat bij die schoonmaaksector speelde bij de overheid. Hè, dus dat is allemaal uitbesteed werk. En dat zijn allemaal mensen die steeds tijdelijk contracten hebben. Die ja, eigenlijk moeilijk kunnen bestaan daarvan. En nou ja, dit speelt, dit geldt voor honderdduizenden mensen die min of meer met publiek geld betaald worden, die in dit soort constructies zitten. En hoe kan je dat nou gaan veranderen? Want je hebt nu die ervaring op een paar departementen. Dat is natuurlijk heel mooi voor die mensen. Maar het is eigenlijk nog een druppel op de gloeiende plaat, volgens mij. Ja, klopt. Klopt. Dat is ook, daar is ook veel meer voor nodig dan één zo'n gerichte actie. Ik weet dat toen we wilden ook stoppen met de overheid die aan payrolling deed. Hè, waarbij je dus eigenlijk zegt, we zijn niet je werkgever, we betalen een cheque en dan is iemand anders de werkgever die je ook makkelijker kan ontslaan, die dan de risico's heeft van het werkgeverschap. Maar dat bleek ontzettend moeilijk om daarmee te stoppen als Rijksoverheid, omdat we daaraan verslaafd zijn. He, dus de overheid is verslaafd geraakt aan privatiseringen. Daarom is er inderdaad, je verzint het niet of het is geprivatiseerd, tot farmacie. He, dus dat is uiteindelijk nog op het nippertje gestopt. En dat is maar goed ook. Alles werd, maar er is ook verslaving aan flexwerk. Dat zie je niet alleen op Schiphol. Het Duo, hè, dus de uitvoerder van de studiefinanciering, bleek eigenlijk niet meer zonder dat payrollen te kunnen. Dus het laat zien hoe de verwoording ook van hoe de overheid als behartiger van publieke waarde, hoe ver dat heen is. En dus ook wat een strijd er nodig is om
om werkzekerheid en publieke waarde weer terug te brengen, voorop te stellen. Ja, en u zei net ook dat het niet alleen een strijd was in het kabinet, maar ook binnen uw eigen partij. Is daar sindsdien, denken jullie daar allemaal nu anders over, sinds het schoonmaken incident? Nou, niet binnen de partij, maar binnen het ministerie waar ik voor verantwoordelijk was. Want ik merkte dat veel van de ambtenaren daar ook gewend aan waren, dat zeg maar de beleidsambtenaren die werkten voor het ministerie en de rest werd geoutsourced. Of het nou de chauffeurs waren, de schoonmakers, de beveiligers, de cateraars. En ja, als je sinds de jaren 80 op een bepaalde manier denkt en dat het utilitaristische economische denken in prikkels en goedkoper, efficiënter, beter. Ja, dat raakt op een gegeven moment besmet dat ook het denken. Ja. Dus iets basics als zeg, ja, maar dit gebouw moet toch echt iedere dag worden schoongemaakt. En het is essentieel. Het is misschien zelfs wel essentiëler dan sommige van onze beleidsambtenaren. Want anders stopt het hier. En dus is het logisch om die mensen de zekerheid te bieden dat ze in dienst zijn. Dat wil er dan niet in. Dus het hele denken is wat dat betreft ook heel eenzijdig geworden. Over wat een overheid wel zou moeten doen en wat een overheid niet zou moeten doen. Ja, en zo'n voorbeeld als kinderopvang, wat Sander net noemde, zou dat ook publiek moeten worden eigenlijk? Ja, wat mij betreft wel. Het is natuurlijk een. Je hebt het mooi gezegd. Het is een basisvoorziening voor de allerjongste kinderen. Die in die jaren ook nog het meeste leren. Waar je van een basisvoorziening van zou moeten maken. Waar het leren en spelen voorop staat. En we betalen het al met publiek geld. Hè? Dus het is al, de kosten liggen al bij de overheid. Dus het is ook heel gek. Dat is wat volgens mij. Daarom snap ik eigenlijk ook nooit zo goed waarom zoveel mensen binnen de overheid dat eigenlijk niet snappen. Maar het is dus heel gek dat je met publiek geld de kinderopvang betaalt, maar dat je toestaat dat voor iedere 8 euro, dat er dan een euro naar Engeland of naar New York verdwijnt. Naar een aandeelhouder die daar rijker van wordt. Hè? In plaats van dat je dat geld investeert in die gebouwtjes of in die leidsters. Dat ze gewoon normale arbeidsomstandigheden hebben. Dus het is een hele rare manier van denken. En ja, ik denk ook. Voor de restauratie van de overheid. Want volgens mij is dat echt wat er nodig is. Al die kennis is weggevloeid. Voor een groot deel begint het ook nog gewoon eens heel kritisch naar het onderwijs te kijken. Naar wat leren we mensen nou sinds de jaren 80 over hoe economie werkt. Het hele economieonderwijs, dat herkent eigenlijk nog maar één model, namelijk het marktmodel. Dus op het moment dat, en ook hoe we economen opleiden in Nederland, is eigenlijk ook 83% van de vakken gaat over marktdenken. En dan wordt er nog gezegd, ja, er was ook ooit iemand die heette Marx en dat werkte allemaal niet, dus dit is het superieure model. En wat je dan krijgt is een overheidsapparaat met ambtenaren en ook politici en journalisten, weet je, en kiezers, die allemaal in hun intellectuele gereedschapskist, ja, eigenlijk alleen nog maar marktargumenten hebben en neoliberale oplossingen hebben voor problemen. En dan krijg je inderdaad, er speelden in de jaren 80 allemaal problemen bij de overheid. Ja, dan krijg je inderdaad, als je dat dan maar lang genoeg doorvoert, dat we nog maar op één pad kunnen. En dat je dus ook er niet meer vanaf komt op het moment dat er een minister zit die het anders wil doen. Dat blijkbaar nog steeds heel veel moeite oplevert, terwijl het al in een regeerakkoord staat. Ja, ja, je raakte net ook al even aan G4S en dat die in Nederland ook actief is natuurlijk. Dat is ook nog wel een interessante vraag, want het is niet alleen de kinderopvang en de zorg dat uitbesteed wordt, maar het zijn ook BOA's bijvoorbeeld. Het ministerie van Defensie gaat nu ook samenwerken met G4S. Dat is toch wel, als je deze film hebt gezien, dan denk je, daar moet je echt heel ver weg van blijven. Hoe kan het dan dat we toch zo'n bedrijf inhuren voor dat soort publieke diensten, die dan niet geprivatiseerd zijn, maar wel een beetje ertussen inschipperen? Dus ja, hoe moeten we dat terugdraaien? Nee. Vaak is het. Ik wil eigenlijk twee dingen zeggen. Het eerste is, ik ben een beetje eens over de kinderopvang en ik geloof dat de publieke diensten moeten zijn. Het enige probleem is als je de brug van deze film maakt naar de kinderopvang. Daar wordt natuurlijk wel door de medewerkers fantastisch werk gedaan met heel veel liefde. Dus het is niet, we moeten niet het beeld creëren dat het automatisch leidt tot dit soort misstanden. Alleen het is een beetje zonde van zoiets belangrijk. Waarom worden nou toch dat soort bedrijven zo vaak ingehuurd? Nou, vaak is het toch om een bochtje af te snijden. Omdat met recht en reden hoge eisen stellen aan mensen die politieman willen worden of militair. Maar je hebt meer mensen nodig. En dan kan zo'n bedrijf, die springt erin en zegt, nou, ik lever je binnen de kortste keren zoveel mensen. Ja. En het is goedkoper en kijk eens wat een mooie folder. Ja. En ik denk dat je vaak, als je dan door zou kijken en zegt, nou, deze taak, bijvoorbeeld het beveiligen van een gebouw,
Zou ook heel goed kunnen met mensen die we zelf in dienst nemen. Alleen we zijn helemaal kwijtgeraakt de vanzelfsprekende kennis die je ook nodig hebt om dat dan om zo'n organisatie te leiden. Om mensen daarin, hè, want bij die schoonmaakorganisatie moesten ze ook mensen leren hoe je een schoonmaakorganisatie aanstuurt. Ja. Het is niet dat je geen leidinggevende meer nodig hebt. Maar ja, dat deden we allemaal niet. Dus vaak zit het in dat soort praktische dingen waar bedrijven erin springen. Omdat overheden, nou ja, onderschat hebben wat ze nodig hebben. Ja. Aan BOA's en aan beveiligers. Maar ik denk dat bijna bij al die voorbeelden je ook moet durven denken over een weg terug. Hè? Omdat, en dat laat die film denk ik heel goed zien, zowel degenen die afhankelijk zijn van die mensen, of het nou de gevangenen zijn, of de mensen die een bekeuring krijgen hier op straat, als de mensen die het werk doen, zijn vaak beter af als mensen in publieke dienst zijn. En de zekerheid hebben die daarbij hoort en de opleiding die daarbij hoort. Ja, Sander, er zijn dus tekorten ontstaan en er is een hoop kennis weggevloeid. Is dat ook consequentie van dat marktdenken wat sinds de jaren 80 in Nederland? Nou ja, dat de kennis is weggevloeid bij de overheid, dat is zeker een gevolg daarvan. Want niet alleen de uitvoering is geoutsourced, maar op heel veel ministeries is bijvoorbeeld ook inderdaad alle ingenieurs. Dat is ook allemaal geprivatiseerd. Dus ingenieursdiensten die dan nu bij private partijen zitten. Maar dan krijg je dus wel dat als een ministerie van Verkeer en Waterstaat een hoge snelheidslijn wil laten aanleggen, dat ze zelf eigenlijk geen kennis meer in huis hebben over hoe werkt zo'n trein precies, hoe werkt zo'n spoorlijn precies. Ja. En zelfs als je binnen het marktmodel redeneert, dan in de markt, hè, door concurrentie kunnen fabrikanten en leveranciers beter worden. Maar alleen als de afnemer begrijpt wat hij koopt. Als je begrijpt dat afnemer A kwaliteit levert en afnemer B niet. En bij de aanbesteding van de hoge snelheidslijn, ja, is uiteindelijk die spoorlijn is aangelegd door snelwegenbouwers. Want die konden bij de aanbesteding op papier konden ze het goedkoopste leveren. De partijen die wel ervaring hebben met het aanleggen van hoge snelheidslijnen, ja, die waren een beetje duurder. Ja. Omdat die wisten wat erbij kwam kijken. Dus die hebben dat niet gewonnen. Nou ja, en vervolgens is dat met die trein hetzelfde gegaan. Hè. Dus, nou ja, en zo krijg je ja, vergeef me voor het woord, maar dan krijg je een soort van clusterfuck die je bouwt. Doordat je gewoon eigenlijk de kennis niet meer hebt over wat je koopt, dan laat je alles op de mouw spelden. Als particulieren, privé, herkennen we het allemaal. Hè. Je doet allemaal wel eens een miskoop. Je koopt allemaal wel eens iets waarvan je achteraf denkt, dan, als ik me iets beter had verdiept, had ik dit ding niet gekocht. Ja. Ja, dat doet de overheid dus ook aan de lopende band. Maar dan met miljarden. En aangezien we allemaal belasting betalen, zou je dus wensen dat dat anders in elkaar zit. Juist ook als je voor een kleinere overheid bent, is het misschien wel goed, hè, en als je belastingen laag wilt houden, dat je kennis in huis houdt om in ieder geval te begrijpen hoe je je geld besteedt. Ja. Plus dat heel vaak de kostenvoordelen worden betaald door een ander. Hè, dus als het kostenvoordeel is dat je mensen onder de prijs hun werk laat doen. Omdat je arbeidsmigranten voor schandelijke bedragen eigenlijk die weg laat aanleggen. Dan moet je nog steeds de vraag stellen of je op die manier die kosten wil besparen. Maar het goede nieuws is, want anders wordt het een beetje heel, de film is al niet super vrolijk. Het goede nieuws is wel, denk ik, dat er wat aan het veranderen is. Hè, dus ik denk dat de vanzelfsprekendheid waarbij iedereen denkt van, nou ja, laat het maar aan de markt over, dan komt het goed, dat is verdwenen. Hè, dat is de afgelopen jaren echt verdwenen. Dus het enige wat nu eigenlijk nog ontbreekt is het geloof dat het ook anders kan. En dat je dat er ook politieke meerderheden voor ontstaan. Maar dan kan er wel heel veel ook moois gebeuren. En er zijn natuurlijk ook heel veel landen die veel minder ver zijn gegaan in het privatiseren. En die toch, Scandinavische landen, heel succesvol blijken te kunnen zijn. Dus ik wou maar zeggen, het is niet afgelopen hiermee. We hebben uiteindelijk toch nog steeds in de democratie zelf voor het zeggen. Ja, Femke, volgens mij was deze film ook eigenlijk het startpunt voor jullie om nog dieper dit onderwerp in te gaan. Waar zijn jullie nu mee bezig? Of hoe heeft deze film nu jullie beïnvloed in jullie volgende projecten? Ja, we zijn nu, hij zou eigenlijk in maart al in de bioscopen draaien, maar hij kwam in de lockdown terecht. En eigenlijk al die tijd zijn we ons steeds meer gaan verdiepen. We hebben Sander's boeken gelezen en eigenlijk steeds meer gaan verdiepen in Nederland, wat Ilse ook al zei. En op dit moment, eigenlijk terwijl we heel veel in Afrika normaal werken, in de ouderenzorg zijn we ons meer aan het gaan verdiepen. En dat komt meer, we hebben een opa en oma die bijna 100 zijn. En mijn oma had een zorgindicatie, mijn opa niet. En die dreigde dus bijna
uit elkaar gehaald te worden. We kwamen er eigenlijk achter dat het iets is wat heel veel gebeurt. Heeft ook gewoon weer gelijk een link met heel veel bezuinigingen, een vorm van privatisering. Dus we gaan ons eigenlijk daarin vastbijten en dat verder uitzoeken in Nederland. Ja, sowieso het hele onderwerp van privatisering en is wel echt iets waar we de komende jaren mee bezig gaan zijn. Maar we zijn ook nog langer na niet klaar met deze film. Hij draait nu in de bioscopen. Er zullen sowieso nog tot en met het einde van het jaar hier en daar, nadat het uit de bioscoop is, sowieso nog speciale vertoningen plaatsvinden. En daarna in het begin van volgend jaar wordt hij uitgezonden op tv. En dan zullen we er ook nog een campagne aan vast koppelen. Dus voorlopig is dit wel echt een onderwerp. Nou, het heeft Sander gegrepen al 10 jaar. Dus ik denk dat wij er ook nog wel even mee zoet zijn. Ja, en ik denk ook, zoals meneer Ascher ook al zei, dat door de coronacrisis denk ik veel meer mensen zich er bewust van worden van hoe zorg nu uitbesteed wordt en hoe we dat misschien anders willen. Ik ben ook wel benieuwd of er mensen uit de zaal zijn die misschien iets willen vragen of iets willen zeggen. Even kijken, daarachter. Dan kom ik even naar je toe. Ik mag niet aanraken natuurlijk, nee. Ik ben benieuwd of de rechtszaak in Zuid-Afrika ook gevolgen gaat hebben voor Nederland. Want G4S zit dus ook in Nederland. Ja, en misschien kan meneer Ascher daar antwoord op geven. Ja, dat weet ik niet. Ik weet dat ze in Nederland allerlei soorten werk doen. Ik weet ook dat ze in Zaanstad. Ook in een gevangenis werk doen. Niet dit werk exact, maar wel werk wat er omheen zit. En dat ook FNV heel kritisch daarop is. Op de vraag van, is dat eigenlijk wel oké? En geldt dan wel dezelfde kwaliteitseisen? Dus allemaal niet op deze schaal. Maar het laat wel zien dat het bedrijf natuurlijk onderdeel is van een multinational, een gigantisch bedrijf. Dus ik zou het heel mooi vinden als zo'n rechtszaak ook dwingt meer te doen dan die schijntransparantie van de CEO's. Maar hoe werkt het dan echt? Laat dan eens echt zien hoe je het doet. En ook hier geldt, waarom zouden we eigenlijk publiek geld aan die aandeelhouders willen geven voor werk wat essentieel is en wat dus ook door publieke functionarissen gedaan zou moeten worden? We hebben ook in ons... Maar goed, dan... Nou, laat ik er toch één ding over zeggen. Het is ook wel een tijd om, en ook corona zorgt daar denk ik voor, om je na te denken van maar hoe wil je de dingen nou inrichten als we deze ellende nou achter de rug hebben? En wat zou je dan willen veranderen in hoe we onze samenleving vormgeven? Dit is wel een van die onderdelen. Een andere keuze daarin maken, het denken daarover, moet nu worden omgezet in daden. Dus wij hebben in ons verkiezingsprogramma ook staan dat we dit soort privatiseringen willen terugdraaien. Of nou gaat het om de kinderopvang of andere voorbeelden, maar ook dat we beveiligers, schoonmakers in dienst willen bij de overheidsorganisaties waar ze werken. Omdat ik gewoon ervan overtuigd ben dat mensen niet beter hun werk doen als er ergens een aandeelhouder meekijkt. Ik denk dat mensen beter hun werk doen als ze gemotiveerd zijn en ze realiseren waarom ze het doen. Ik wil nog even een vraag over. G4S die heeft, ze runnen deze gevangenis ongelooflijk slecht. Maar wereldwijd hebben ze best een slechte naam. En in detentiecentra's in Australië gaat het helemaal mis. In gevangenissen in Engeland. Maar er zijn echt zo ongelooflijk veel voorbeelden. En toch, de Nederlandse overheid heeft een heleboel contracten met zo'n bedrijf lopen. Komt het dan echt omdat ze zo goedkoop zijn en mooie folders hebben? Wordt er niet verder gekeken met wie je zaken doet? Dat heb ik me sowieso al verbaasd. Nou, die verbazing is denk ik terecht. Maar er is een... Ik denk dat hoe het werkt, er staat natuurlijk druk, en jij beschrijft het ook in je boek, op die departementen om binnen budget zoveel mogelijk te kunnen krijgen. Of het nou gaat om het aanleggen van spoorlijnen of om het leveren van diensten. En die financiële druk, die natuurlijk de afgelopen jaren, zeker na de financiële crisis, maar ook daarvoor al heel groot was op die departementen, zorgt ervoor dat vaak degene die daar dan over gaat heel blij is als hij het binnen budget kan doen. En als hij dus die heeft dan vaak ook niet de ruimte, ook niet de politieke ruimte om te zeggen, maar ik kies nu een duurdere oplossing omdat ik denk dat dat beter is. En ik denk dat een van de dingen die we daarvan moeten leren, dat gaat ook over, dat zit ook wel diep in de manier waarop Europa vormgegeven is. Dus de Europese mededingingsrechten, de aanbestedingen, het feit dat veel van de wijkzorg steeds opnieuw moet worden aanbesteed naar de laagste bieder. Het zijn allemaal
symptomen van die kwaal die jij beschrijft. En dat maakt het lastiger om er vanaf te wijken. Plus dat de contracten vaak ook zo zijn vormgegeven dat als je er vanaf wil, het vaak heel duur is. Maar neemt niet weg dat de vraag wel legitiem is. En dat als je ziet dat een bedrijf dat een hele keurige Nederlandse voorkant heeft, een achterkant heeft met plekken waar je rot voor moet schamen, dan mag je best zeggen van nou, dat willen we hier niet. En je moet het zeggen volgens mij. Ja. En wat ik ook heel interessant vind, is dat je ziet het zowel bij door de overheid aanbesteden klussen als gewoon in het bedrijfsleven. En wat ik heel interessant vind, dat wordt misschien een politieke vraag, maar we gaan toch richting de campagnes. Maar als ik gewoon kijk naar de Nederlandse beroepsbevolking, heb je 40% van de Nederlanders, 40%, die hebben bij het huidige systeem, die werken hard, maar die hebben gewoon geen ruimte om te sparen. En dat is niet omdat ze frivool leven, dat is wonen is duur, zorg is duur, onderwijs, alles, weet je, alles kost geld. 40% van die mensen in Nederland die hard werken, houden niks over. Hebben geen 1.000 euro eigen vermogen. Wat ik me dan afvraag, toch, ook als ik naar de peilingen kijk, van wat kunnen linkse partijen nou doen? Want linkse partijen die willen af van dit marktdenken, wat toch wel, nou, PvdA heeft ook wel eens aandeel in gehad, maar wat zeker de afgelopen 10 jaar onder Rutte alleen maar erger is geworden. En toch lukt het op de een of andere manier om dat verhaal over de bühne te brengen. Want als je gewoon puur kijkt naar het partijprogramma en naar de potentiële achterban, de mensen die daar financieel direct iets bij te winnen hebben, dan zit er een soort van disconnectie tussen. Kun je dat duiden op de een of andere manier? Dat is niet zo'n makkelijke vraag. Je beschrijft het in je boek Fantoomgroei denk ik heel goed. Hè? Dus eigenlijk de verwoording van het ideaal van dat werken moet lonen. Hè? Dus er wordt heel hard gewerkt, we werken gemiddeld een stuk harder. En we zijn er niet op vooruit gegaan. Of in ieder geval een groot deel van Nederland is er niet op vooruit gegaan. Volkomen onrechtvaardig. En typisch iets wat de politiek moet veranderen. En je kan het ook veranderen. Hè? Dus alleen al door meer belasting op kapitaal te heffen en dat geld te verdelen en minder op arbeid, kunnen mensen hun loon omhoog, kun je mooiere dingen doen voor de samenleving. Hoe kan het dan dat mensen, in ieder geval in mijn ogen, dan soms tegen hun belang instemmen? Dat heeft met heel veel dingen te maken. Dat heeft te maken met het feit dat het vertrouwen in de politiek zelf is aangetast geraakt. En waardoor een groot deel van de mensen niet meer stemt. Het heeft te maken met verdeeldheid in het vormen van macht aan de kant van links. Dus dat is, daar moeten wij zelf ons werk beter doen. Want dan kan je wel degelijk wat afdwingen. Het heeft ook te maken met wat je net in een van je eerste zinnen beschreef. Het feit dat we heel lang zijn gaan geloven. Succes is een keuze. Dus is pech je eigen schuld. En als dat je wereldbeeld is, dan is het eigenlijk ook wel logisch dat iemand heel erg rijk wordt van jouw werk. Dan heeft hij blijkbaar meer zijn best gedaan. En dat er iets fundamenteel onrechtvaardig zit in hoe welvaart nu verdeeld wordt. Dat kan er dan eigenlijk niet in. Dus we moeten ook wel weer mensen laten leren zien dat ook hoe het in ons mooie Nederland nu geregeld is, dat het toch onrechtvaardig uitpakt. En dat het anders kan. En dat politiek ook het in zich heeft om dat te kunnen veranderen. En hebben jullie daar, want ik kijk er van de buitenkant naar de politiek, hè, maar wat ik me vaak afvraag, zou het niet zo zijn dat partijen als de Partij van de Arbeid, hè, en jullie generatie politici, eigenlijk heel erg worstelen nu met die hele erfenis die je met je meesleept. Dus je komt binnen, je bent van de Partij van de Arbeid, je hebt goede plannen, maar er zijn gewoon heel veel mensen die zich eigenlijk verraden voelen door die partij. En dat is niet jullie schuld nu, hè, dat is 20, 30 jaar geleden gebeurd. Maar dat beeld, dat sleep je met je mee. Nou, ik ervaar dat niet zo, want de Partij van de Arbeid heeft, voor je het weet ga ik hier op de sofa liggen, maar heeft fouten gemaakt, maar heeft ook bijgedragen aan vrijwel alles wat het land mooi maakt. Dus die verzorgingsstaat en het feit dat we hier een onderwijssysteem hebben gebouwd, een publiek onderwijssysteem dat geweldig werkt, ook dat staat onder druk. Dat zijn allemaal dingen waar we trots op zijn. Dus ik denk dat het veel meer, ik ervaar dat niet zo. Ik denk dat het juist veel meer gaat over, ben je in staat om uit te leggen hoe we de toekomst vormgeven? Er zijn partijen die nooit hebben geregeerd. Ja, dan heb je ook nooit iets fout gedaan. Heb je ook nooit iets bijgedragen. Ja, het gaat om die beeldvorming. Hè? Dus het gaat eigenlijk om de vraag van waarom er in 1989 nog 53 zetels waren voor de Partij van de Arbeid. Of 50, iets van die orde grootte. En zijn er nu 9 op dit moment. Ja. Je zou... We zitten nu wel een beetje onder het niveau. Onder par, ja.
Ja, ik heb goede hoop dat dat omhoog gaat. Kijk, in de jaren 80 had CDA ook 54 zetels. Dus dat vind ik altijd ingewikkeld. Dus daar speelt nog weer meer dan alleen dit vraagstuk. Het is wel zo dat de hoop en het vertrouwen geven dat je verandering vorm kan geven die het echt beter maakt, daar moeten we veel zelfbewuster campagne voor voeren. Dus niet, nou, misschien kan het een beetje meer zus en een beetje meer zo. Ik geloof dat je wat dat betreft een revolutie moet durven prediken. En vervolgens, ja, ik heb al een keer de verkiezing heel erg verloren. Dus dat geeft mij ook de ruimte en de geestelijke vrijheid om verder niet op peilingen te letten en te vertellen waar ik in geloof. En dan kan het ook heel erg goed uitpakken. Hè. Dus in Nieuw-Zeeland was van de week nog een zusterpartij die rond de 50% van de stemmen haalde. Dus het kan wel degelijk anders. Alleen, we moeten er zelf in geloven. En kiezers moeten ervoor naar het stemhokje. Ik ga even kijken of er nog een laatste vraag uit de zaal is. Twee zelfs. Ik loop even naar jullie toe. Ja, dat is heel overzichtelijk. Dat is fijn. Ik had een vraag. Jullie hebben een prachtig documentaire gemaakt, ten eerste. Echt heel mooi. Het gaat heel erg over de micro en de macro. Hè. Dus het gaat over wat de mensen meemaken, maar ook over wat er daarbuiten om speelt. En ik wil me focussen op de macro. Want we zien hier eigenlijk op hele grote schaal een schending van mensenrechten. Dat is waar wij als het Westen voor staan natuurlijk. En daar geloven wij in. Maar ik zie ook, als ik om me heen kijk in de documentaire, dat de levensstandaard van de Zuid-Afrikanen wel vooruit lijkt te gaan. Ik zie geasfalteerde wegen. Ik zie best wel veel mensen die wonen in... Langzaam naar de vraag. Oké, ja. Redelijke huizen. Oftewel, problemen, maar ook vooruitgang. Nou, zijn wij niet echt aan het helpen met de vooruitgang als Westen zijnde, maar wel met de problemen. Dit zijn namelijk Westerse CEO's die een Westerse filosofie in een Westerse bedrijf neerzet in deze landen. Vanuit welke positie en hoe gaan we dat aanpakken? Wat kunnen wij nog doen hier eigenlijk? Ik ga ook even naar de tweede vraag, dan kunnen we straks in één keer doen. Ik had ook een hele lange vraag, maar ik zal het kort houden. U preekt als juist de revolutie. En wat ik zag in de documentaire was dat er op één moment dat zeg maar succes leek te zijn. Toen ze dus gingen demonstreren. En dat zie ik in Nederland eigenlijk niet zoveel gebeuren nog. Ik heb zelf ook gewerkt als schoonmaker en wat ik deed was gewoon weggaan. Toen ik zag dat ik maar 3 kwartier had om alles te doen en het ging inderdaad veel te vluchtig. Misschien is dat wel iets wat we moeten doen. Meer protesteren. Ja, of dat preken. Ja. Oké, dus wat doen Westerse bedrijven in Afrika en moeten we daar iets aan doen en moeten we niet meer protesteren? Wie wil erop reageren als eerst? Lijken me heel politieke vragen. Ja, maar het was ook volgens mij een vraag aan de filmers. Kijk, die eerste vraag, daar moet ik gewoon even beter over nadenken. Daar heb ik niet meteen een goed antwoord op. Het voelt inderdaad alsof het niet klopt. En zo'n man met zo'n das die daar vertelt, nee hoor, het gaat geweldig. Dat is zeer ergerniswekkend, maar ik heb daar niet meteen een pasklaar antwoord op, behalve dan dat je zou hopen dat de Zuid-Afrikaanse regering dat contract in de fik steekt en het gewoon netjes zelf gaat doen. De tweede vraag, het was geen demonstratie, het was een staking. En staken is in Nederland en in Europa een grondrecht. En is een van de belangrijkste manieren om ook je te uiten. En een van de dingen die mij heel erg heeft geraakt, is dat we de afgelopen jaren in Nederland, in de publieke sector, bij beroepsgroepen die normaal nooit staken, waarbij dat decennia geleden was, massale stakingen hebben gezien. Bij de leraren en in de zorg. Bij de leraren een aantal keer, want het lerarentekort maakt een vak kapot en is ook killing voor de kinderen. En in de zorg vorig jaar, voor corona, ook over werkdruk, waardering, arbeidsvoorwaarden. En dat is en blijft een ongelooflijk krachtig middel om je stem te laten horen. Het is vaak het moeilijkst als je slecht georganiseerd bent. De schoonmaker is daar berucht in. Maar ook daar heeft de FNV denk ik wel, zeker met de Schiphol schoonmakers, een hele mooie kentering veroorzaakt. Ron Meijer, oud-SP-voorzitter, verdient daar compliment in, vind ik. Door niet alleen loon te vragen, maar ook respect voor de mensen die de treinen schoonmaken en die Schiphol.
Maar dat die staking in de publieke sector, die ook gesteund werden door ouders. Dus het klassieke beeld is natuurlijk, ja, maar dan worden al die ouders boos. Nee, die steunden dat. Want die zagen hoe zwaar het was voor die leraren om op zo'n grote klas kinderen te moeten letten. En als er eentje ziek werd, was er eigenlijk geen vervanging. Dus dat is een essentiële manier om die revolutie in het denken ook te bevorderen. Ja, misschien... Dat is ook een van de schendingen van mensenrechten die je daar zag. Het stakingsrecht werd daar in die film werd natuurlijk geschonden. Door eerst te zeggen, ja, maar dit is een soort dienst waarbij je niet mag staken. In Nederland zijn die regels er ook. Maar gelukkig worden ze niet. En vervolgens te zeggen, dan ontsla je ze. Ja, dat is ook een schending van mensenrechten. Ja, als ik daar, wat ik daar wel aan wil toevoegen, want het stakingsrecht dat is een grondrecht, maar wat je dus wel ziet in Nederland, de grote stakingen zijn eigenlijk alleen nog maar in klassieke publieke sectoren. Dus in het onderwijs heb je nog grote werkgevers, hè? In feite indirecte overheid. In de zorg, hè, dat is ook allemaal publiek en nog wel goed georganiseerd werk, mensen zitten in cao's. Maar als je kijkt naar al die distributiecentra, of het nou van supermarkten is of van webshops, weet je... En, heel veel schoonmaakwerk. De reden dat het heel moeilijk is om te staken in Nederland... is dat heel veel mensen hebben flexcontracten. En als ze niet gaan werken, krijgen ze geen geld. Vliegen ze eruit. Dus ook in Nederland staat het stakingsrecht de facto heel erg onder druk. Juist door die flexibilisering van die arbeidsmarkt. En dat lijkt me... als we revolutie gaan prediken... dan is het wel goed ook om... als we daar iets aan kunnen doen. Misschien voordat de reactionaire doorhebben... dat de consequentie kan zijn. Er is nog een tweede hele grote groep... die daar nu heel erg last van heeft. Die nu in corona extreem getroffen wordt. Dus alle ZZP'ers. Zelfstandigen. Op basis van het Europese recht... mogen ZZP'ers zich niet organiseren. Niet samenwerken. Niet samen staken of onderhandelen over hun tarieven. Want dat zou marktbederf zijn. Dat vind ik ook een heel duidelijk voorbeeld van een losgeslagen regel... waardoor je nu een leger van hele kwetsbare zelfstandigen ziet... die in één klap voor een groot deel zonder inkomen zijn gekomen door corona... En die niet de macht hebben, dus ook niet gebruik kunnen maken van dat mensenrecht... om daar tegen op te komen. Dus het is, ik ben het met je eens. Ook in Nederland staat daarmee indirect het grondrecht, het stakingsrecht onder druk. Ja, en ik wilde nog wel eventjes inhaken op, in ieder geval zoals ik jouw vragen ook begreep... is wat kunnen wij eraan doen en wat doen die multinationals in Afrika bijvoorbeeld? Ja, ik denk het enige wat wij proberen te doen bijvoorbeeld met onze film... zo'n verhaal naar buiten te brengen, met jullie hier in debat te gaan... en hopelijk kijken meer mensen via de livestream... maar ook wat Sander doet met zijn boeken. En ik denk, weet je, journalisten, anderen... weet je, iedereen die hier gehoor aan kan geven... ik denk dat vooral heel erg belangrijk is dat we dit debat openen. En ook, ja, weet je... waar we nu mee bezig zijn is te kijken van... G4S heeft hier allerlei contracten. Met wie hebben ze dan die contracten? En wat voor bedrijven zijn dat dan? Dus we zullen zeker ook de overheid daar nog op aanspreken. Van hoe kan je nou met zo'n multinational, met zo'n slechte track record... want het is misschien staan ze onder druk dat ze het binnen het budget moeten houden. Maar één Google search... en je hebt zo'n hele track record van dit bedrijf. Dus het is denk ik ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Wat willen we graag, weet je? Wat voor samenleving willen we? En hoe spreken we dan dat soort multinationals daarop aan? En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Willen we een samenleving die gestuurd is op winst maken? Of willen we een meer menselijke samenleving? Ik denk dat dat een keuze is. En daar zijn we denk ik als burgers allemaal verantwoordelijk voor. Dus... inderdaad, als er straks gekozen moet worden, nou ja, dan denk ik dat je dat ook mee moet nemen. En natuurlijk, we zitten nu in een crisis, we hebben het zwaar, we gaan het economisch zwaar krijgen. Maar betekent dat dan automatisch dat we dus die marktwerking maar door moeten blijven pushen, omdat dat wellicht, zoals het ons verkocht wordt, goedkoper wordt? Of moeten we toch gaan zeggen van, nou ja, weet je, dan leveren we toch maar wat meer in, zodat die publieke diensten gepusht worden, dat mensen... dat dat teruggenomen wordt, dat mensen weer onder normale omstandigheden met vaste contracten kunnen werken. Misschien doet dat even pijn, maar als we naar de toekomst kijken, niet korte termijn, maar lange termijn, dan zullen we daar als samenleving veel beter van afkomen. Ik denk dat dat belangrijk is, dat we daarover gaan hebben met z'n allen. En dat is uiteindelijk, ligt dat bij iedereen hier in de zaal of thuis, om dat te bespreken. Maakt niet uit met wie, dat kan met je buurman zijn of... maar heb het erover en maak dit onderwerp bespreekbaar, denk ik. Ja,
Volgens mij is dat een hele mooie afsluiter. We zijn al flink over de tijd. Volgens mij zijn jullie allemaal op je eigen manier bezig om de marktwerking kapot te maken. Of langzaam te ondermijnen in ieder geval. Dus ik wil jullie in de zaal heel erg bedanken dat jullie nog zo lang naar ons hebben geluisterd. En ik wil de filmmakers enorm bedanken. Ilse en Femke van Velzen. Lodewijk Ascher, onwijs bedankt dat u er was. En natuurlijk Sander Heijnen, ook geweldig. En dan voor de kijkers thuis was dit ook het allerlaatste onderdeel van het gesprek. Heel erg bedankt aan onze partners Pickle en Cinema Delicatessen. We kunnen geen drankje drinken helaas, maar misschien hopelijk wel weer. En hopelijk tot ziens hier in onze zaal.